Er zijn meerdere verschillen tussen de film, dus wat er in Hollywood wordt gefilmd, en de werkelijkheid. In de film beginnen we alle vrouwen met gebroken vliezen. Ja, grijpen naar hun buik en dan kijkt iedereen die er omheen staat, kijkt ook naar de grond, alsof daar heel veel water uit die vrouw komt. Nou, dat is echt onzin, want in werkelijkheid vlies je maar een heel klein beetje water als je vliezen breken. Dat is al nummer 1. Nummer 2 zet die vrouw ook gelijk verschrikkelijke weeën krijgen. Ze moeten veel gepuff en gelijk hoe naar het ziekenhuis rennen. Paniek. En dan komen ze in het ziekenhuis en dan plop, baby. Ja, het zou fijn zijn als het in de werkelijkheid ook zo ging, maar dat is niet zo. Ja, de meeste vrouwen, zeker die voor de eerste keer gaan bevallen, hebben echt wel 10 tot 15 uur nodig voordat het kind geboren wordt. Ja, dus je bent al uren ben je bezig met je weeën, je bent gewoon thuis en dan uiteindelijk zal de verloskundige je naar het ziekenhuis sturen. Nou, en de derde ding wat gewoon echt niet klopt, is dat je in de film worden die vrouwen altijd gelijk op zo'n bed geparkeerd. Met hun benen moeten ze een van die beensteunen hebben. Ze krijgen operatiejasjes aan, allemaal groene doeken, hè, alsof de moe. Terwijl in werkelijkheid heb je gewoon je eigen kleren aan. En je gaat naar het ziekenhuis als je daar wil bevallen of je bevalt thuis. Maar jij bepaalt wat je aandoet en je hoeft echt niet op dat bed. Want waarom? Ja, wat is de toegevoegde waarde? Heel veel vrouwen willen ook helemaal niet op dat bed. Hè? Die willen nog een beetje rondlopen of die willen nog douchen. Dus je doet maar gewoon wat je zelf wil en je overlegt met je verloskundige. Ja, dus onthoud dat werkelijkheid anders is. Dat ga ik ook uitleggen in de lessen. Van wat is nou normaal? Wat zijn je keuzes en wat kun je verwachten?